Super mensen, dat jullie er allemaal weer zijn. Heel veel nieuwe gezichten heb ik ook al wel weer gezien. Maar goed, dat mag ook in het nieuwe jaar. Ik was er even tussenuit gepiept, maar we hebben eigenlijk ook al hele mooie liederen gezongen over vrede. En dat we onze hulp van boven verwachten, ook vanavond. Onze hulp komt van boven. En daar gaan we natuurlijk vanavond ook veel over hebben. Want anders zou het geen echte jij daar avond zijn. Allereerst, we zijn nog maar net goed en wel in het nieuwe jaar beland. Ik heb het voorrecht om dan gastheer te mogen zijn. En dan hoef ik niet iedereen persoonlijk een hand te geven. Dus ik kan gewoon vanaf het podium zeggen dat ik jullie allemaal Gods zegen wens voor het nieuwe jaar. En als ik dat zo vanaf het podium zeg, dan meen ik dat niet minder als dat ik je een hand geef. Maar goed, dat heeft niet zozeer met het nieuwe jaar te maken. Ik wens je dat eigenlijk ook gewoon in mei toe of zo. Maar het gaat erom dat we met elkaar weer een mooi nieuw jaar mogen hebben. Als de Heer dat geeft. En ik wens jullie daar allemaal Gods zegen bij. Ik zou bijna zeggen, hebben jullie leuke feestdagen gehad? Want... Nieuwjaar en nieuwjaarsdag en oud en nieuw gevierd met elkaar. En nou goed, er komt gelijk alweer een jongerenavond achteraan. Ik zou zeggen, dat is weer een soort van feestdag. Maar ja, dat gehad, dat klinkt natuurlijk niet zo goed, hè. Want ik denk dat er nog wel meer feestdagen zullen komen. We gaan daar ook, ook van zingen. Bijvoorbeeld het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Nou ja, goed, als dat geen feestdag is, dan weet ik het niet meer. Als de Heer Jezus terug zal komen. Ik hoop niet dat je daar namelijk anders over denkt. Hartelijk welkom. Het is weer de eerste avond van het nieuwe jaar. En vorig jaar was u er ook al in januari. Ja, we hebben altijd zoiets van een goed begin is halve werk. Dus dan nodigen we altijd dominee van der Belt in januari uit. Dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Dus vandaar dat hij er ook dit keer weer in januari is. Nee, dat is natuurlijk mijn gekheid. Maar we zijn wel heel blij dat u er weer bent. Echt een hele trouwe spreker al jaren. Ik weet eigenlijk niet anders of u komt hier toch wel 2 keer in de 3 jaar ongeveer, denk ik. Of 1 keer in het jaar in dit geval. Maar we zijn heel blij dat u er ook vanavond weer kunt zijn. Drukke dag gehad, dus we hopen ook dat u vanavond ook de leiding van de Heilige Geest mag ervaren in alles wat u gaat delen met ons. Ja, alles staat weer klaar. Er zijn heel veel dingen zijn er alweer gedaan. Goed, het is een stukje routinewerk van onze vrijwilligers. Ze doen het altijd maar en iedereen heeft zo zijn eigen taak. Want als je gewoon eens even om je heen kijkt. Toen we hier kwamen was het gewoon echt één grote bende hier. Het was echt een aula waar die jongeren... Nou goed, het zal dit keer misschien nog eens meegevallen zijn. Maar normaal gesproken dan liggen de zakjes chips en de pakjes drinken. En de stoelen staan schots en scheef en... Dat maken we dan even weer gezellig. We zetten die stoelen bij elkaar, een tafeltje ertussen en wat snoepjes erop. En dit wordt allemaal wel neergezet door allemaal vrijwilligers. We zijn echt zo afhankelijk van die vrijwilligers. Ik heb dat vanavond nog tegen iemand gezegd. Als daar vanavond zegt de helft van de vrijwilligers zegt van ja, we willen toch wel wat druk worden. Ja, dan kunnen we de tent wel sluiten, want zonder vrijwilligers dan draait de stichting niet meer. Je voelt hem al aankomen natuurlijk, want wij hebben er weer wat nodig. Dat is altijd zo. Het is een weg van komen en gaan. Maar we hebben eigenlijk op verschillende plekken wel weer vrijwilligers nodig. Dat zowel voor het geluid als voor de verlichting. Maar net zo goed ook voor mijn stoelen klaar te zetten. En het is niet mijn avond hier zo. Of die van Jeanette. Het is ook niet een avond die Koos ze me geregeld heeft. Dus van we gaan eens een Apeldoorn doen en gaan we er eens even wat leuks van maken. Nee, wij geloven dat het een avond is die voor God is. Dus als je ook vrijwilliger zou willen worden, doe het dan ook niet voor mij, of doe het ook niet voor Jeanette, maar doe het dan ook voor God. Want dan hou je het namelijk ook langer vol. Kijk, want je hoeft het niet van mensen te verwachten dat wij een compliment geven. Dat doen we ook wel. Maar als we dat dan niet doen, zak je dan gelijk de moed in de schoenen. Of als je er elke keer om 6 uur moet zijn, denk je ook op een gegeven moment, het is wel weer vroeg. Nee, we mogen het doen voor God. Zeg je Marcel. Ja, jullie zijn er om 5 uur, maar ja, jullie hebben ook echt een hele uitzonderlijke positie. Als je bij het geluid zit, dan moet je dus nog een uurtje eerder komen.
Dus ik zou zeggen, zit je er best over na te denken, denk ik, vind het toch mooi om een steentje bij te dragen in het werk voor Gods Koninkrijk. Zeg maar, meld je gewoon even. Trek me straks in de pauze even aan mijn jasje en zeg van, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Ik wil het je graag uitleggen, want we hebben echt altijd wel weer mensen nodig. En dat blijft ook zo doorgaan natuurlijk. Maar op het moment, dan zitten we soms wel eens een beetje omhoog. En dan denk ik van, het moet nu wel gebeuren, want anders dan houden de avonden bijna op. Dan het thema van de avond. Waar was God in 2016? Ja, hier zou Paulus het niet mee eens zijn natuurlijk als wij zo'n thema gaan houden. Want die zegt juist, je moet kijken naar wat voor je is en niet naar wat achter je is. Nou goed, dat zullen we ook wel doen. Maar we willen toch even een terugblik hebben van, wat was 2016 nou voor een jaar? En wat, ook een beetje richting de toekomst. Wat gaan we dan doen? En wat, ja, zal God dan ook nog doorgaan met ons en in deze wereld? En heb je er een vraag over, dan is er het tweede gedeelte natuurlijk voor. Ja, hoe kijk je terug? Misschien wel positief, leuk jaar gehad. Misschien ben je getrouwd of je hebt verkering gekregen. Veel schik gehad. Je hebt misschien nog een mooie, de Heer Jezus leren kennen afgelopen jaar. Die mensen zijn er ook, dat weet ik. Maar het kan ook heel negatief zijn dat je juist heel somber gesteld bent. Dat je echt zoiets hebt van, nou jongens, waar gaat het helemaal naartoe in deze wereld? Kijk eens even om je heen. Dan hebben we het hier in het Nederlandje nog wel heel erg goed getroffen. Ja, ik zeg van, misschien is je verkering wel uitgegaan, of je ouders zijn uit elkaar gegaan, of je hebt je examen niet gehaald. Of misschien, waar ik net mee eindigde, het tegengestelde. Ben je God kwijtgeraakt in 2016? En je hebt hem ook nog niet weer gevonden. Dat kan ook. Maar goed, er is veel verdeeldheid in de wereld, veel landen waar oorlog is. Ik denk van, het gaat bij ons wel heel erg goed. Dictators, machtgrijpers. Als je ziet in Syrië, Aleppo, wat voor ellende dat er is. Terroristische aanslagen. Denk, waar moet het nog heen? In zo'n wereld leven wij. Maar, aan de andere kant, het is ook iets wat... God heeft het ons ook eigenlijk al een beetje verteld wat er ging komen. Dus daarom moet je ook altijd goed die Bijbel blijven lezen. Elke keer weer kijken van, nou, wat zegt God hier nou over? Dat de Bijbel wel voortdurend door je hele leven de leiding mag hebben. Wat zegt God? Zoek altijd naar Gods stem en naar zijn bedoeling. En dan kan ik gelijk wel even een link leggen. Ik zag net een jongen lopen hier met een grote tas. Hoe heet die ook alweer? Hoege? Waar is die? Daar zit hij. Van je voornaam, wat was het ook alweer? Rob, ja. Nou, Rob die werkt bij Werken in de Wijngaard. Of dat doet hij ook, gewoon zijn vrijwilligerswerk neem ik aan. Of word jij er wel voor doorbetaald? Ook niet, goed zo. Rob die doet daar ook van alles en dat is een conferentietje. En dan gaan ze het alleen maar een beetje hebben over Gods stem leren verstaan. En Rob die heeft daar ook wat spullen voor meegenomen. Nou, je mag er voor mij wel wat van op de boekentafel leggen en anders als je naar huis gaat. Het is in Bodegraven, het is niet helemaal naast de deur. Maar mocht je er meer van willen weten om hoe kan ik nou Gods stem verstaan, ook in deze tijd. Misschien is zo'n conferentie wel wat voor jou. We gaan lezen uit 2 Timotheus 3. En dat gaat over onze wereld. En weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Nou, dan zeg ik, dan valt het hier soms nog wel mee in ons land, hè. Maar ik denk de mensen in Aleppo, dat die zeggen van, ja, dat klopt. Wij hebben het hier echt loodzwaar. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig. Lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar ze hebben de kracht ervan verloochend. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, keer u ook van hen af. Dit is precies het tegenovergestelde als wat God van ons vraagt. De samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En ik, al die dingen die we gelezen hebben, al die mensen die dus kwaad spreken, lasteren, onheilig zijn en die niet verzoenen willen, allemaal maar schrapers naar zichzelf. Alleen maar ikken,
Ik wil meer. Ik wil over de rug van een ander hoger worden, hoger opkomen. Het heeft allemaal te maken met egoïsme. God staat niet boven en de mensen staan niet op gelijke hoogte. Ja, nu zijn er twee wegen. Of je hoort bij dit soort mensen. Ik zou zeggen, bekeer je dan en bid om inzicht en liefde. Of je hoort er niet bij en dan is er hoop. Maar dan moet je ook nog even geduld hebben. Zing je hoopvol in deze hoopvolle wereld deze twee schitterende liederen mee. En dat zijn Ooit komt er een dag. Ook meer in tegenstelling tot wat we gelezen hebben. Het is echt wel hoopvol. De Bijbel die stuurt ons niet met een kluitje in het riet. Ooit komt er een dag. En wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Okay.
Ja, we hebben het net gehad over een hopeloze wereld. Daar kan Kees van der Staaij de volgende keer vast wel iets meer over vertellen. Die heeft veel meer verstand van wat er in deze wereld gebeurt dan ik. Die komt dus volgende keer. Maar moet het wel zijn eind bij ons vandaan zoeken? Misschien zit je hier wel en moet je zeggen, ja, ik ben er net zo een als wat je net zag, zei. In 2016 ben ik God kwijtgeraakt. Ja, man, je moest eens weten wie ik ben. Vorig jaar of nog eerder, misschien God gevonden en daarna nooit geen ervaring meer. Alsof je tegen het plafond zit te praten als je aan het bidden bent. Het blijft koud in je hart, geen gevoel. En dan misschien wel de vraag van, ja, hoe kan ik hem nou weer terugvinden? Nou dan, voor degene die God kwijt zijn, heeft God ook gedeeltes in de Bijbel op laten schrijven. Daarom is het altijd zo belangrijk dat we die Bijbel blijven lezen. Ook als je God kwijt bent. Want als dit is zelfs, dan staat er nog een woordje voor je in. Ik zou zeggen, kruip dan ook niet weg als een bange Adam die achter de struiken ging zitten. Die als het ware bang was voor God en iets had van, help, ik kan me beter achter de bladeren verschuilen als dat ik hem weer onder ogen kom. Maar kom tevoorschijn als een ootmoedige David. We gaan het stuk lezen van David. Uit Psalm 51. Ja, dat heb ik erbij gezet. Wie zijn wij? Hij zegt in vers 9, ontzondig mij met hyssop en dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn als sneeuw en doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Mooi, in dit gedeelte staat ook echt heel duidelijk in dat David de heilige geest had ontvangen. Er kan soms wel eens wat twijfel over zijn of die pas met het Pinksterdag is uitgestuurd, maar David kende hem hier al. En hij bidt dit eigenlijk tot God. Heere, neemt u al die dingen, al die ongerechtigheden van mij weg. En hij weet ook, als God mij reinigt, dan zal ik zelfs witter worden als sneeuw. En hij is ook diegene die mij alleen maar redden kan. Dus daarom komt hij met al zijn nood en al zijn zorgen weer bij God. En hij vraagt ook echt om een rein hart en om vreugde. Misschien mis je wel heel veel vreugde en denk van ja, ik ben God wel aan het dienen, maar het is een zware taak. Je mag ook gewoon om vreugde bidden. God kan en wil het je geven. We gaan ook de Heere om een zegen vragen. Almachtige God, we willen u danken dat wij zo weer deze eerste avond van het jaar mogen hebben. Heere, wat bent u goed dat wij ja, ook weer in ons land, in vrijheid, naar een school kunnen gaan waar uw woord open gaat. En waar we zo met elkaar na mogen denken over een thema. En dat u zulke mooie sprekers heeft gegeven als dominee die vanavond in ons midden is. Heere, we hebben het net gelezen. Ontzondig ons en maak ons witter dan sneeuw. Doe onze ongerechtigheden weg en vernieuw ons. Ja, en dan dit ook weer. Misschien wel voor het eerst. Of misschien bij vernieuwing. Heer, ik heb het gezegd, misschien zijn we u al kwijtgeraakt. En ja, blijven we maar gewoon doorleven, maar we ervaren niks en we voelen niks. En onze hoop is weggezakt en ons geloof is weggezakt. Heer, wilt u dat weer teruggeven? En dat we vast vertrouwen mogen op hetgene wat u hebt gezegd in de Bijbel. Vast op uw belofte, aan uw belofte vast zullen houden. En dat we ja, ook die blijdschap weer terug mogen krijgen waar ook David om gevraagd heeft. Dat we vreugde mogen ontvangen. Neem uw Heilige Geest niet van ons weg. Laat hem juist ook krachtig werken vanavond. Geef ons vreugde dat we ons in u zullen verblijden. En verblijd vanavond naar huis kunnen gaan. Ja, en zoals misschien Psalm 23 het ook al zegt, dat we mogen weiden in grazige weiden. En dat we geleid mogen worden door u. Dat uw stok en uw staf ons zullen vertroosten. Heren, dan hebben wij het hier eigenlijk nog best heel goed in ons land. Heren, als we kijken naar de wereld om ons heen.
En als we terugkijken op 2016, dan overheersen eigenlijk de sombere en de negatieve dingen wat meer ten opzichte van de mooie dingen. Hier, er zijn ook zeker mooie dingen gebeurd. En daar mogen we ook echt voor danken, Heer, voor ja, de zegeningen die wij hier ook hebben. Dat we ja, elke zondag de Bijbel mogen horen. Dat we misschien in ons persoonlijke leven hele fijne dingen hebben meegemaakt. Het examen gehaald, of een rijbewijs, of zeg ik, verkering gekregen. Misschien hebben we het niet. Heren, als u ons nog een levensgezel wil geven, Heren, mag het er een zijn die, ja, ook waar we u samen mee kunnen dienen. Dat het een drievoudig snoer zal zijn. Dat niet verbroken zal worden. En dat we jongens en meisjes mogen hebben die ja, niks liever willen als in uw voetsporen gaan. En dat ze zullen zoeken naar uw wil en naar uw weg in hun leven. Wilt u ook de dominee helpen vanavond? Verlicht ook zijn verstand. Vervult u hem met uw geest, ook voor zijn dagelijkse werk. Als hij ook best heel druk is met zijn gesprekken en met zijn lezingen en met het onderwijs wat hij geeft. Heren, wilt u hem daarin ook ja, rijk zegenen. We denken ook aan Koos, die hier vanavond ook niet kan zijn. Hier, hij heeft het toch allemaal wat zwaar gekregen. Heren, het is ook niet makkelijk als je zo enthousiast in deze wereld voor u wil werken met zoveel gaven en dan zoveel weerstand krijgt en het zo en met zoveel enthousiasme altijd maar door willen blijven gaan. Heren, wilt u hem ook weer oprichten, dat hij ook zijn taken weer op kan pakken, dat hij ook weer tot een rijke zegen mag zijn voor heel veel jongeren. Dat is hij ook al wel geweest. Heren, we danken u ook voor hem. Wilt u ook het komende jaar de organisatie zegenen. Er komen weer, als u het geeft, weer veel avonden aan. Heren, waar ook weer veel in gesproken zal worden over u. Veel uit de Bijbel zal worden gelezen. Heren, wilt u het grotelijk zegenen en het echt tot een zegen stellen. Heren, we bidden ook voor de avond hier in Apeldoorn die we mogen hebben. Wilt u het ook het komende jaar zegenen en ja, ons ook veel goede avonden geven. Dat u ook voorzien in het stukje van de vrijwilligers waar ik het over gehad heb. Dat er soms tekort is. En dat het dan allemaal op de schouders komt van degene die er elke keer zijn. Wilt u ook daar ons in helpen en in nabij zijn. We danken u voor wie u bent. En dat we altijd alles weer bij u neer mogen leggen. Dat we onze zegeningen mogen tellen. En die u daar ook voor mogen bedanken. Maar ook onze zorgen die we hebben, dat we die altijd bij u neer kunnen leggen. En ook onze zonden. Heer, u wil ook niks liever als we dat we die aan u belijden. En niet dat we ermee wegkruipen. Maar het open op tafel leggen. Heer, u hebt gezien wat ik gedaan heb. En dan zult u ze in de zee van eeuwige vergetelheid werpen. Heer, dat heeft u verteld. En misschien geloven we dat niet altijd en dan denk je van het kan niet, ik heb zo gezondigd. Heer, maar bij u is er altijd vergeving. En geeft u ons dat geloof ook, dat u juist bent gekomen om zondaren zalig te maken. Dat we er niet aan hoeven te twijfelen dat u ons dan weg zal sturen. Verlicht u ons hart vanavond en geeft u ons zo met elkaar een gezegende avond. Dat we vervuld mogen zijn met uw Heilige Geest. Zo bid ik u dit. In Jezus' naam, amen. Ja, we gaan zingen. Een psalm. Psalm 42, vers 6 en 7. Dan kan het best wel eens donker zijn in je leven, maar ook in deze psalm, ik zou bijna zeggen, na regen komt de zonneschijn. Degene die ook zijn zorgen bij God heeft neergezegd, er komt hoop. Hoop is er altijd achter.
als je maar blijft hopen op God. Ja, en voor degenen die hopen op God, dan blijven we niet in de duisternis hangen, maar dan heeft Paulus een heel mooi woord voor ons. Dan ga ik lezen uit Romeinen 5. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Vrede bij God. Ik zat na te denken over dat stukje vrede. We hebben natuurlijk heel veel vrede op aarde gezongen en zo, en de vredevorst is geboren. En toen kwam ik bij dit stuk uit en denk, degene die gerechtvaardigd is, dus die het geloof ontvangen heeft, heeft vrede bij God. Je kunt hem recht in de ogen kijken. Er zit niks meer tussen. En dat komt door onze Heer Jezus Christus. We hoeven dus niet meer bang te zijn voor een oordeel, voor iets wat ons nog te neer zou kunnen drukken. Door hem hebben wij de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus door het geloof heb je genade verkregen en dan staat hierin en dan twijfel er niet. En de hoop is dat we heerlijk en volmaakt gemaakt worden. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Je wordt er sterk van, geduldig en standvastig. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus je mag goede hoop hebben. Als je vrede met God hebt en God de liefde in je hart heeft uitgestort. En zo gaan we elkaar ook toewensen vanavond. Zo is de eerste avond van het jaar. En dan vragen we elkaar, nou, je mag elkaar gewoon gelukkig nieuwjaar wensen natuurlijk als je dat nog niet gedaan hebt. Heb jij vrede met God? Want daar gaat het eigenlijk om. We moeten vrede hebben met God. Kijk, er is heel veel onvrede op deze wereld. Er is heel veel haat. En misschien heb je wel vrede met je naaste. Maar heb je ook vrede met God? Ik zou zeggen, wens elkaar hartelijk een gelukkig nieuwjaar. Of weet ik veel wat je ervan maakt. En vraag elkaar eens, heb jij nou vrede met God? Sta op. Zeg elkaar, heb je vrede met God?
Hoeveel mijlen nog te reizen? Welke wegen nog te gaan? Welke ster zal ons wijzen naar dat land waar geen grenzen bestaan? Het is de droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht. Ik zie u rijk in al die dromen. Ik zie u licht in elke traan. En ik bid u rijk komen, dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donker. Dona nobis pacem, dona, dona nobis pacem. Elke vezel van ons leven, ieder ding en elke dag. Leer ons alles te geven, tot er nergens meer onrecht bestaat. Nergens meer onrecht bestaat. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Om weer in Apeldoorn te spreken voor jij daar. Ik heb het inderdaad al heel wat jaren gedaan. Ik herinner bijvoorbeeld 7 jaar geleden, dat wordt bijna 7 jaar geleden, was mijn vrouw 40 jaar geworden en toen heb ik haar getrakteerd op een jij daar avond in Apeldoorn. We waren die enige keer dat we hier samen waren, net een weekendje, ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag. In een hotel hier ergens in de buurt. En toen waren we hier samen. Onvoorstelbaar dat alweer 7 jaar geleden is. En nog langer geleden was nog ergens in Terwolde, geloof ik, een andere locatie dat deze avonden gehouden werden. Nou, al jarenlang. En er komt misschien een tijd dat iemand van de jongeren tegen me zegt: mijn vader en moeder zijn nog bij u op de jij daar avond geweest. Zover is het nog niet, maar er zit ook weer een hele nieuwe groep jongeren. En ik vind het altijd heerlijk om met jullie iets te delen over een bepaald onderwerp vanuit het woord van God, vanuit het evangelie van Christus. Want daar gaat het om in 2016, in 2017. Wat is dat eigenlijk, die tijd? Weer een nieuw jaar. 2016 is verleden tijd. Komt nooit meer terug. Op oudejaarsavond kun je daar soms een beetje weemoedig van worden.
Nu blikken we alweer veel meer vooruit naar de toekomst. Ook heel mooi. Maar laten we eens even over nadenken. Wat is tijd eigenlijk? Weet jij het? Augustinus, de kerkvader, die zei: als niemand het mij vraagt, dan weet ik het. Wat tijd is. Maar als iemand het mij vraagt, dan weet ik het eigenlijk niet. Met andere woorden, het is heel lastig om uit te leggen. Je hebt verleden tijd, 2016, dat is voorbij. Je kunt niet zeggen, het is 2016. Dus die tijd bestaat eigenlijk niet meer. Die is voorbij. Alles wat er gebeurd is, daar kun je niet overdoen. Je fouten die je gemaakt hebt, de pijnlijke momenten, gelukkig komen die niet terug. De mooie momenten, die komen ook niet meer terug. Het is echt verleden tijd. Er ligt een heel jaar voor ons. 2017. Maar dat is er nog niet. Dat bestaat nog niet. Dat is toekomst, toekomende tijd. En zegt Augustinus dan, ik zeg natuurlijk met eigen woorden, je hebt natuurlijk de tegenwoordige tijd, gelukkig die bestaat. Nu. Maar, dat is alweer weg. Zodra ik nu gezegd heb, is het alweer verleden tijd. Het gaat als een film, maar door en door. Je kunt het niet vastpakken. Je kunt de klok wel stilzetten, maar dat helpt helemaal niks. De tijd gaat gewoon door. Gek eigenlijk, hè? Wat is dat nou eigenlijk, tijd? Nou ja, als je iets verder gestudeerd hebt in de natuurkunde, als je op de middelbare school wel gehoord, dan weet je dat ook de tijd eigenlijk relatief is. Ze zeggen dat in de snelheid van het licht de tijd wegvalt. Weet ik veel, het zal wel zo zijn. Ze hebben het wel nagemeten met piloten die in een straaljager een heel eind vliegen, dat hun precisiehorloge een seconde korter getikt heeft dan al die precisiehorloges op aarde. Die arme piloot heeft dus een seconde gemist. Echt gemist. Nou, dat merk je natuurlijk niet. Maar gek, hè? Met hoge snelheid is de tijd blijkbaar nog korter. Raar. Daar snap ik niks van. Nou, zo is het. De tijd is weer voorbij. En het helpt ons om even bij stil te staan. Als we de tijd nog niet eens kunnen begrijpen, kunnen we dan de eeuwigheid begrijpen? En toch, alles wat geweest is, ligt vast bij God. En het komt terug. Hou je er ook rekening mee? Als we nadenken over de vraag, waar was God in 2016? Komt allemaal terug. Als de boekrol open gaat. Zie je er voor je zo'n boekrol die opengerold wordt? Wat is dat? Dan komt dan alles terug. Jezus heeft gezegd dat wij van elk ijdel woord, niet eens elke vloek of elke leugen, maar elk leeg woord. Wat heb je allemaal getwitterd? Wat heb je allemaal gezegd? Voor onzin. Elk ijdel woord, daar moet je rekenschap van afleggen. Kan ik ook niet begrijpen. Maar het zijn wel de woorden van Jezus. 2016 is voorbij. En het komt een keer terug. Hoeveel kansen heb je gemist? Hoeveel heb je laten liggen? Wat heb je misdaan tegenover God en tegenover je naaste? Waar was God in 2016? Laten we even nog over dat jaar nadenken. Eigenlijk is het wat meer voor de laatste week van december, maar dan zijn er geen jaaravonden, het is allemaal zo druk tussen kerst en oud en nieuw. Maar laten we toch nog even terugblikken op het voorbijgaande jaar. Het was echt een sportjaar, hè? Sportzomer, zoiets. Klonk elke keer door mijn radio op Radio 1, totdat je een beetje geïrriteerd van raakte. De Olympische Spelen, EK heeft Nederland al gemist, maar oké.
Olympische Spelen. Mensen die van sport houden konden hun hart ophalen. Waar was God? Grote afwezige in Rio de Janeiro. Ja, de Heer Jezus stond daar wel. Hè? Dat grote beeld van hem zegenend over de stad. En het was elke keer ook op het journaal. Heel apart eigenlijk dat dat beeld van de Heer Jezus, wat bij Rio de Janeiro hoort, elke keer op het journaal was. Was Jezus ook daar? Ja, ik heb er niet veel over gehoord in die sportzomer. Op een enkele sporter na die wel christen is, heb ik nou verder even geen oordeel over of zo. Hè, maar zo'n Martina heet die, geloof ik, hè, die nog altijd vrolijk is, ook als die verloren heeft. Vind ik ook wel heel mooi, echt karakter. Ja, maar dat is dan volgens mij iemand die zegt dat hij christen is. Daar heb ik verder geen oordeel over. Maar verder is God natuurlijk bijna afwezig in die Olympische Spelen. En dan zijn er sporten waar het nog veel erger is. Dus een wielrenner die een boekje open gedaan heeft het afgelopen jaar over de achtergrond van die dopingschandaal. Ik ben zijn naam even kwijt, maar het is heel erg in het nieuws geweest. Nou, dat was heftig. Echt een dubbel leven waar je ingetrokken wordt. Waar je ook gechanteerd wordt met seks en drugs. Om aan doping mee te doen en geen kans meer op kunt als tiener nog, 19 of net 20. Schrikkelijk. Nou ja, anderen waren er heel verontwaardigd over dat hij dat boekje open gedaan had. Waar is God dan eigenlijk in die sportwereld? Ja, wat is sport? Daar zou je ook over kunnen nadenken. Er zit altijd iets moois in. Hè? We zijn aanbidders. Zo heeft God ons gemaakt. Om ervoor te gaan. Om zo snel mogelijk te rennen. Om zo hoog mogelijk te springen. Of misschien zelfs om zo hard mogelijk te rijden. Max Verstappen. Het is eigenlijk wel jammer dat het altijd op zondag is natuurlijk. Want het is ook wel weer mooi om een keer toch gewoon te kijken hoe dat gaat. Dat racen, zeker voor jongens, voor mannen. Ja, dat heeft gewoon iets intrigerends. Het is ook gewoon een nuchtere Hollandse knul. Je hoopt dat hij een beetje zo blijft en niet verpest wordt door die miljoenenindustrie waar hij ingetrokken wordt. Dat zou ook wel heel zonde zijn. Maar goed, ook dat is sport. Ik heb het er maar even over. Het ging over 2016. Waar is God dan eigenlijk in die wereld, de grote afwezige, toch? En is dat dan niet tekenend voor heel veel in onze cultuur, waar God gewoon weggedrukt wordt, niet meer genoemd wordt, niet meer belangrijk is? Je leest maar één keer, haast u, de dood is naast u, pluk de dag, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, morgen sterven we, dan kan het niet meer. Dat staat ook al in de Bijbel. Het is ook heel veel van de wereld om ons heen. Nog iets. 2016 was ook het jaar van de verrassingen in de politiek. Als je van politiek houdt, dan heb je dat gevolgd. Referendum. En elke keer weer verbaasd over de uitslag in Nederland met het Oekraïne-verdrag. Niemand weet waar het over ging. Maar wel dat onze regering daarmee in problemen gebracht is. Brexit. Schotten willen het niet, maar de Britten willen de EU verlaten. Wie had gedacht dat ze zouden winnen? Ze hebben gewonnen. En als klap op de vuurpijl, Donald Trump. Wie had dat gedacht? Heel het jaar heeft dat het nieuws beheerst. Mensen lachten erom, kansloos. Wat een bagger. Kwam er ook los. Bah. Onze vrienden in Amerika, die schaamden zich voor de presidentsverkiezingen. En zeiden, ja, ik kan niet eens mijn kleine kinderen aan tafel uitleggen waar het allemaal over gaat in het nieuws rondom de presidentsverkiezingen. Niet omdat het allemaal ingewikkeld is vanwege de politiek, maar omdat het over pushy gaat. Nou, hebben we ook allemaal gehad. Verrassingen in de politiek. Waar was God? God regeert, ook over de koningen van de aarde. Zo staat het in de Bijbel. Maar wat vreemd, wat gebeurt er allemaal? Machthebbers die zich breed maken. Of is het toch ook een positieve wending? Zeker als je kijkt naar het kabinet van Donald Trump. Met een christen als vicepresident. Met christenen als ministers. Dat valt dan weer mee van zo'n harde zakenman. Wat zal het brengen in 2017? God regeert. Of staat het allemaal ver bij jullie vandaan? Nou, als je niet zo geïnteresseerd bent in de politiek,
ik ben dat wel. Misschien staat het ver bij je vandaan, maar het is ook wel belangrijk om dat in het oog te houden. Dat God regeert. Nog één ding. 2016 zal ook bekend blijven als het jaar van de vrachtwagens. Van de aanslagen. Jaren geleden kwam er een computerspel op de markt met de titel Carmageddon. Een heel bloederig, smerig spel waarbij je met een auto zoveel mogelijk mensen dood moest rijden. Het is ook nog verboden geweest in bepaalde landen. Ik weet niet of jullie dat nog herkennen, maar het is natuurlijk luguber. Hè, met een auto zoveel mogelijk mensen doodrijden. Nou, dat hebben we gezien. 1 keer. 2 keer. Frankrijk. Pas nog in Berlijn. Mensen van de duivel bezeten die met een vrachtauto zoveel mogelijk mensen doodrijden. Afschuwelijk. Waar was God? Waar was God? Had hij daar niks aan doen? Aan al het geweld en aan al die ellende. Aan al die pijn. Dat is ook een echte vraag, hè? Niet een vraag die ik even kan oplossen, maar dat is natuurlijk de vraag van God en het kwaad. Gods voorzienigheid. God is goed. En hij is almachtig. En toch gebeurt er allerlei wat hij niet wil. Allerlei dingen die hij haat. Die gebeuren toch. Het is een straf op de zonde als er een oordeel komt. Maar waar komt die zonde dan vandaan? Kan God dat niet voorkomen? Had hij het niet een beetje anders kunnen doen in 2016 en 2015 en 2014 en in het jaar 4000 zoveel voor Christus. Weet je ook niet precies. In het paradijs. Waar het allemaal begonnen is. Is God dan misschien de schuld. Van al die ellende. Als die God dan bestaat van jullie christenen. Nou, dan wil ik wel eens een hartig woordje met hem spreken. Zeggen heel veel mensen die niet geloven. En juist die vraag van God en het kwaad. Het lijden, de pijn, is voor heel veel mensen een reden om af te haken van het christelijk geloof. Een raadsel. Voor jullie ook. Misschien nog wat dichterbij. Waar was God in mijn leven? In mijn verdriet? In mijn angst? In mijn pijn? Ik voelde me zo alleen. Zo van God verlaten. Waarom heeft hij dat laten gebeuren? Dat ongeluk, die ziekte, mijn vriendin, mijn vriend dood. Of dat misbruik waar bijna niemand of niemand van weet. Waar was God? Was die er wel? Of was die weg? Een vraag nogmaals die we niet even kunnen oplossen. De Bijbel spreekt er ook over. En laat ik dit ervan zeggen vanavond, dat we die vraag, Heere, waar bent u, bij God mogen brengen. Gelukkig. Die vraag mogen we ook stellen. Heere, waar bent u dan? Waar was u dan? Ziet u het dan niet? Antwoordt u dan niet? Wat een worsteling kan dat soms zijn. Ik denk trouwens niet dat het terecht is om te zeggen, omdat er kwaad is in de wereld, kan God niet bestaan. Daar hebben ook filosofen of christenen over nagedacht. Het kan wel goed samengaan. Al blijft het wel raadselachtig. En trouwens, als God er niet is, waar komt dan het kwaad vandaan? Hallo, dan is het kwaad er ook. Maar dan moet het blijkbaar zo zijn. Dan is er blijkbaar niks en niemand die er iets aan kan doen. Dan weet je ook niet hoe het afloopt met het kwaad in de wereld. Dan wordt het misschien alleen maar veel erger. Dan maken de mensen elkaar echt dood. Dan wordt het echt een hel op aarde. Als er geen God is die kan grenzen stellen en kan ingrijpen. Als God er niet is, dan zijn wij misschien helemaal aan het kwaad overgeleverd. Het recht van de sterkste, het evolutionisme. Dat is erg. Waar was God? Waar bent u, Heren? Wat een vraag. Is het ook jouw vraag? Heb jij vrede met God?
Dat is best confronterend als iemand dat net aan je gevraagd heeft. Je moest antwoord opgeven. Misschien zei je wel, en jij, heb jij vrede met God? Dan hoef je misschien geen antwoord te geven. Maar misschien zei iemand net ook wel, nee, dat heb ik eigenlijk niet. Daarom ben ik hier. Ik ben op zoek naar vrede in mijn hart. Vrede met God. Dat kan. Ook in 2017. Doe nog even een stapje terug. Er was een zonneschool in Londen. Even of jaren geleden, zo'n eeuw geleden is dat begonnen. Het is een oud verhaal. Een zonneschoolmeester die zat met die klas op een zondagmiddag. En hij begon heel eenvoudig. Zegt, jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn. Vanmiddag gaat het over de vraag, waar is God? En ik ga die vraag eerst aan jullie stellen. Jongens, meisjes, weten jullie het? Wie van jullie kan antwoorden? Waar is God? En de jongetje stak zijn vinger op. En de meester zei, nou, zeg het maar. God is in de hemel, meneer. Ja, natuurlijk. Zo staat het ook in de Bijbel. Onze God is in de hemel. Hij regeert over alle dingen op zijn troon. We kunnen niet zien. De hemel is een onzichtbare werkelijkheid, maar het is er wel. Maar zegt hij, ga ik de vraag toch nog een keer aan jullie stellen. Het antwoord was goed, maar er is nog een antwoord. Wie van jullie weet het? Waar is God? En de meisje stak de vinger op en ze zei, meneer, God is overal. Mooi, hè? Alomtegenwoordig. Ik sprak pas een oude christen die zei, elke morgen begin ik mijn gebed met een belijdenis. Misschien kun jij dat ook doen. Heere God, u bent alwetend, u bent almachtig en u bent alomtegenwoordig. Laat dat even op je werken. Als je begint te bidden, dan bid je misschien al anders. Trouwens, als je begint te bidden, moet je misschien ook eerst nadenken over God. Denken aan God. U bent alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. God is overal. En toen zei die zonneschoolmeester, ik ga toch nog een keer die vraag stellen. Wie van jullie weet het? Waar is God? Hij is in de hemel. En hij is alomtegenwoordig. En toen stak een jongetje zijn hand op. Een beetje schuchter. En zei, meneer, God is hier. God is hier. Dat voelde die jongen. Zo heel dichtbij. Want je kunt wel belijden als reformatorisch christen. God is alomtegenwoordig. Misschien een definitie van. God is in de hemel. Ingewikkeld, onzichtbaar. Maar geloof ik allemaal. Nee, God is realiteit. Hij is hier. Is dat bij jou ook zo? Zou je dat kunnen zeggen vanavond? Hij is zo dichtbij. Zo zegt Mozes het. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Zo zegt Paulus het als hij Mozes aanhaalt. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen. Dat was een sprookje vroeger. Jack and the Beanstalk. Ja, ik heb in Amerika gewoond als kind. Vandaar dat het in het Engels in mijn hoofd zit. Jaap en de bonenstaak. Iemand wel eens van gehoord? Jaap en de bonenstaak, niemand? Nou, er was een bonenstaak heel hoog naar de hemel. En Jack klom omhoog. En vond daar een gouden kip of een kip met gouden eieren of zo. Zoiets. Maar als kind maakte dat een indruk op. En dacht ik, ja, kun je zo opklimmen naar de hemel? Net als Jacob met die ladder. Hè? De engelen die opklommen en neerdalen. Heb je er soms een beeld bij. En dan gaat een sprookje en een Bijbel soms ook een beetje door elkaar heen lopen. Weet jij veel. Maar dat idee, hè, dat je op kunt klimmen naar de hemel. Nee, zegt Mozes, zegt Paulus, dat hoeft helemaal niet. Dat mag eigenlijk ook helemaal niet. Wat? Ja, als je... Heb jij dat ook? Als je een paar treden opgeklommen bent, dan breekt er zo'n sport. En dan stort je weer naar beneden. En dan lig je er weer. Kun je weer opnieuw beginnen. De ladder naar de hemel. Dat hoeft helemaal niet. God is hier. Heel dichtbij. Kijk, daar ligt hij.
in de kribbe. Onze God. De Zoon van God. Kijk. Daar hangt hij. Aan het kruis. De Zoon van God. Vastgespijkerd. Dat moest niet vastgebonden, maar vastgeklonken aan het vloekhout. Dat moest, want hij moest zich één maken. Echt één maken met onze vloek. Daar is God aan het kruis. In de doeken, in het stro. Zo veracht, zo weggedrukt. Ook in onze tijd trouwens is God weggedrukt en veracht. De onwaardigste onder de mensen. Als we God willen vinden in onze cultuur, moeten we het niet heel hoog zoeken. En in machtsstructuren zoeken en de christendommelijkheid zoeken. Dat is allemaal voorbij. God is daar waar mensen met hem leven, lijden. Hem liefhebben, hem dienen. Hij is er wel, maar zo kruiselings. Vaak zo onzichtbaar. Daar moet je ook oog voor krijgen en hart voor krijgen. Waar is God? Hij regeert. Hij is ook hier. Nog één ding en daar eindig ik mee. 2016 kun je niet meer overdoen. Is voorbij. Jammer, had je het anders gedaan. Bepaalde dingen misschien anders gedaan, heb je spijt van. Nou, helaas, kun je niet meer overdoen. Nieuw jaar, nieuwe kansen, maar 2016 kun je niet meer overdoen. Definitief. De tijd heeft ook iets heel... is ook een soort monster bijna die opslokt en komt nooit meer terug. Je wordt nooit meer jonger dan dat je nu bent. Je wordt alleen maar ouder. Misschien wil je dat nog wel graag, maar ik niet meer. De tijd gaat door. Maar... ik eindig niet in een soort mineur stemming. Het is anno domini 2017. 2017. Onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Christus. Het jaar van onze Here 2017. Het is aftellen. Het komt nooit meer terug. Gelukkig maar, we zijn een jaar dichterbij hem. Bij zijn koninkrijk, bij zijn komst. Een nieuw jaar van onze Here, waarin jij weer het evangelie mag horen. Van vrede met God door Christus. Heb jij vrede met God? Er stond iets anders, hè? Romeinen 5. Vrede bij God. Tijd gaat door, God regeert, wij hebben vrede. Misschien niet altijd in ons hart, het kan ook wel eens heel onrustig zijn, met veel vragen. Je mag ze straks stellen, vind ik mooi om op in te gaan, ook heel concreet. Niet altijd vrede in je hart. Misschien weet je ook niet vrede met God, hoe is dat, wat is dat? Maar vrede bij, hij is onze vrede, bij God. En mijn vader zei dan altijd, als het hoofd boven is, Christus is het hoofd, hè? Als het hoofd boven is, dan kan het lichaam niet verdrinken. Weet je nog, met je zwemdiploma, 2 vingers boven het water en proberen 1 minuut met water trappen, je hoofdje boven water te houden. Nou, ik was blij dat het voorbij was. En maar trappelen. Ja, water trappelen. Dat doen we soms ook in het geloof. Dan denk ik, verzuip. Waar is God? Maar het hoofd is boven. En dan kan het lichaam niet verdrinken. Wat een troost. Onze God is in de hemel. Hij was op aarde. Hij hing aan het kruis. Maar hij is nu... de Zoon van God in hemelse heerlijkheid. En hij waakt en hij zorgt. En we hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. Dat is er ook voor jou hoor.
Echt waar. Dat mag je. Met een lege hand. Aannemen. Doe het maar. Ja, mooie lezing gehoord. Wat is tijd? Tijd is niet te bijpen. Eeuwigheid al helemaal niet. Vanmiddag had ik dit lied nog even zitten kijken. En als je dan bedenkt dat je maar, ik weet niet hoe oud dat je wordt, maar laat zeggen dat je 80 jaar wordt. Dat je 80 jaar hebt te leven. En dat de eeuwigheid, nou die 80 jaar die verzuipt in die eeuwigheid. Maar de beslissing valt in die 80 jaar. Ik weet niet, hoe heb je meegezongen dit lied? Jezus komt in heerlijkheid. Of heb je zoiets van, nog even niet. Want het is wel prima, maar ik heb zijn shalom nog niet. Heel mooi, God is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. Ja, het hoofd is boven. Dus we kunnen niet verdrinken. Dat is wel heel hoopvol. En dan te bedenken dat God regeert. Misschien heb je daar wel een vraag over. Zeg van, als God nou regeert. Toch zou een koning er iets goeds van moeten maken, toch? Moet eens kijken om je heen. Regeert hij wel? Zomaar even een paar dingen. Ik hoop dat je veel vragen stelt. Dat het allemaal helder wordt en duidelijk wordt. We hebben niet voor niks een wijze spreker uitgenodigd. Dus. Ik wil jullie nog even wijzen op de collecte. Ook weer nieuwe ronde, nieuwe kansen, dus we kunnen de kas weer wat spekken, hoop ik. Dus ik hoop dat jullie daar ook iets aan meedoen. Elke avond heeft ook zo zijn kosten en we hopen dat we ook uit die kosten kunnen komen. Wil ik jullie ook nog wijzen op het luisterend oor. Wil je echt even met iemand een persoonlijk gesprekje hebben? Zeggen van nou, ik zit er toch echt best wel mee.
Ik ben God echt wel kwijt. U kunt wel mooi zeggen, dominee, dat God hier is vanavond, maar ik zou niet weten waar ik hem vinden moet. Er zijn mensen die willen er voor je zijn, die hebben een keycord om, staat volgens mij ook luisterend oor op. En daar is het lokaal voor, maar als je binnenkomt, gelijk het eerste lokaal links, is ook altijd open. Er zijn mensen voor je die er even met je even over door willen praten. Maak daar ook gebruik van. Even nog een slottekst voordat we het laatste lied doen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als je dat doet, dan maak je verschil in deze wereld. Leef komend jaar nou als een navolger van God en wandel in de liefde tot een aangename geur van God. We gaan met elkaar zingen. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Zing je mee? We gaan lekker pauze houden. Ik zat nog te denken net aan dat stukje wat we zongen. Maranatha, Heer Jezus, kom terug. Ik denk, hoe vaak bidden we dat eigenlijk? Als wij het al niet bidden, wie moet het dan nog doen? Als wij hem niet roepen om te komen, wie doet dat dan wel? Wij christenen. Het is wel iets wat bij de christenen hoort. Dus vandaar dat ik het ook heb laten zingen. En ik hoorde dat het links en rechts nog iets een misverstandje was. Wat nou precies die tekst betekende van dat luisterlied. Dona nobis pacem. Nou, betekent gewoon geef ons vrede. Latijn. Ik krijg een stukje Latijn bij. We gaan pauze houden. Als de muziek speelt, komen we nog wel weer terug.